Deze beelden worden mede mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Rotteveel en ictspecialist.nl. Fred de Boer, HSV speelt vandaag met 0-0 gelijk tegen Dynamo Doorwerth. Een wedstrijd die beide kanten op zou kunnen, maar uiteindelijk in een doelpuntloos gelijkspel eindigt. Wat vond je van jouw ploeg vandaag? Nou, eerste helft heel moeizaam. Overal vond ik de tegenstander heel vaardig. Dus het was moeilijk bespelen, moeilijk drukker op te krijgen. Eerste helft hadden we heel veel momenten dat we de bal veroveren. Maar dan was de eerste of tweede bal fout. Dat is A, van ons niet goed, maar van hun ook wel heel goed. Als je kijkt hoe Chifufu ongelooflijk veel na balverlies ongelooflijk snel druk geven. Dus wij konden eigenlijk nooit een counter beginnen. Dus we veroverden veel ballen, alleen we waren hem ook weer kwijt. Dus dat was wat je graag wil, lukte niet. Hun hebben de eerste helft volgens mij één echte kans gehad. En een paar situaties. Wij hebben een paar situaties gehad en geen kans. Dus 0-0 was op zich logisch. Tweede helft vond ik wel dat je zag dat we langzamerhand meer ruimte kregen. Omdat toch vermoeidheid bij beide teams komt. Nou ja, en dan krijg je toch een goede situatie met Jona bij de eerste paal. In de slotfase Rutger, die goed naar binnen speelt. En ja, de discussie of we twee penalties hadden moeten hebben. Maar hun hadden natuurlijk ook twee gevaarlijke voorzetten die op de goal vielen. En één goede kans die Ben prima redt en waar Robert Talens goed assisteert. Maar dat was het qua kansen eigenlijk in de tweede helft. En voor de rest was het vooral veel middenveldspel, veel duels, veel loopwerk. Dus ik snap voor de supporter dat het niet altijd meevalt. Maar ik denk dat het een wedstrijd in balans was. Maar dat wij erg veel loopwerk moesten doen om hun tegen te houden. Want het is echt een goede ploeg. Het viel ook niet mee met dat warme weer, lijkt me. Nee, iedereen vijf minuten voor tijd vroeg in een paar. Want je hebt hier ook geen klok natuurlijk. Het is hier de entourage van de vierde klasse. Dus ze zeggen, hoe lang is het nog? Nog vijf minuten. Oh, ze waren helemaal kapot. Dus dat zegt ook iets. Dat was centrale verdediger, Talens. Nou ja, dat betekent dus dat we heel veel loopwerk hebben moeten doen van voor tot achter. Nou ja, dat hebben we knap gedaan. Je ziet ook wel dat we wat fitter worden, dat we wat vaster worden. En ondanks dat we spelers missen, nou, dat we wel volwassen spelen. Alleen, de eerste helft hadden we liever wat meer counters gehad. De tweede helft vond ik dat, dan zag je toch wel wat kansen ontstaan. En hier kunnen we mee verder. Ik geloof dat WSC gewonnen heeft de eerste keer. Dus die krijgen we volgende week met vertrouwen op ons sportpark. Dus we gaan het zien. Ja. Uiteindelijk dus wel tevreden met het punt dat je vandaag behaalt? Ja, ik denk dat je daar tevreden mee moet zijn. Het had beide kanten op kunnen vallen, maar ik denk ook dat beide kanten, als ik kritisch kijk ernaar, denk ik, het had ook de andere kant op kunnen zijn. Dus ik denk dat 0-0, het is de derde keer dat we de 0 houden. We halen voor de derde keer achter elkaar een resultaat. Nou, uit bij een van de meest vaardige ploegen. Misschien conditioneel nog niet top, want ja, dan lopen ook spelers van 42 in de basis. Dus ik heb ook na afloop even, ik zeg ongelooflijk knap als je 42 bent en je doet nog mee. En ook qua loopwerk nog en qua snelheid. Ja, jeetje. Nou, dat is hier overal en dan vallen er wissels in. Ze kunnen ook goed voetballen. Dus heel mooi. Ik vond wel even zeggen, wij hebben wel een hele jonge bank. En we hebben iemand van 17 jaar, Leo Santema, die invalt. En die goed invalt. Die had misschien een penalty moeten hebben. Dus ik denk dat dat ook wel heel mooi is voor de ACV, jeugdopleiding. Dat we ook jonge jongens hebben die op dit niveau kunnen debuteren. Dus heel tevreden mee. Nou, je mag hem namens mij ook een compliment geven, want hij deed uitstekend zijn werk volgens mij. Ja, heel mooi. Heel mooi voor hem. Dus misschien omdat je veel blessures hebt, misschien wat vroeger dan normaal. Maar kijk, daar is ook de kans voor dit soort jongens. Dus ik hoop dat hij zo doorgaat. Mooi. Nou, dat hopen wij ook. Volgende week WRC thuis. Je zei al, die hebben vandaag gewonnen, dus die komen met vertrouwen naar ASV toe. Wat vraag je zelf van die wedstrijd? Het natuurlijk staat onderin. ASV staat vijfde nog steeds. Wat verwacht je? Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet heel weinig van WAC. Dus ik zal eens kijken deze week of ik wat informatie tevoorschijn kan toveren. Maar nu weet ik er eigenlijk niks van. Ik heb me maar gericht op het tegenstander van nu. Daar hadden we de handen vol aan. En nu, vanaf nu richt ik me op de volgende training, de volgende verzorging. We spelen dinsdag met de onder 23. Dus A1 met enkele spelers van het eerste. Maar ook maar enkel omdat we toch een paar in de ziekenboeg hebben. En nemen we daar niet te veel risico mee. En zo werken we toe naar volgende week zaterdag. En het is thuis. En thuis willen we heel graag aanvallend spelen. Spektakel bieden. Nou ja, of WRC dat toelaat is maar zeer de vraag. Dus we zullen zien wat voor wedstrijd het wordt. Succes met de voorbereiding in afval. En dan tot volgende week zaterdag thuis op het Katowiki Sportpark tegen WRC. Oké, dankjewel.
Deze beelden werden mede mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Rottevel en ictspecialist.nl.